Hey, goedemorgen. Of voor mij in ieder geval goedemorgen. Ik ben echt net wakker. Ik heb verbazingwekkend goed geslapen. Want ik dacht, nou, ik zal vast wel veel zenuwachtig zijn. Maar ik heb best goed geslapen. Ja, uh-huh. Het woord slapen moeten we grapen. Maar Charlie, die komt over een uurtje hierheen. Dus ja. Ik ben echt zenuwachtig. Nu wel ergens zoveel zin in. Maar ik ga me dus eerst snel aankleden en Abel nog uitlaten. Want ik weet niet precies hoe laat ze komt. Want ze maar uit Duitsland komt met reistijd. Dus jullie gaan het zien. Doeg! Ik kan echt niet meer wachten. Ik sta bij de voordeur echt te wachten totdat ik iemand zie. Ik heb alles klaar in huis. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zo gaat. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. We gaan het zien. Nou, daar ligt hij. Ik heb een knalrode kop, want ik ben de hele dag al bezig geweest. Maar hij doet het echt zo goed. We zijn vanochtend eerst een stuk wezen lopen. Door de woonwijk. En een beetje focus oefeningen doen. Echt het overzetten van geleider. Toen door de supermarkt. En toen zijn we de fietskar hebben in elkaar gezet. Zijn we met de fietskar naar het centrum geweest. Pakketjes wegbrengen. Nou, een rondje door het centrum gelopen met alle afleiding. Ja, hij doet het echt heel goed. Met de traplopen nog even geoefend. Zodat hij vanavond mee naar boven kan. En Saskia is een geleider. Die loopt dus de komende 3 dagen mee. Dus morgen en overmorgen nog. Die zullen jullie misschien ook op school hebben gezien. En ja, maar eigenlijk doet hij het echt super goed. Dus ja, hij heet officieel Totten vanuit zijn stamboek. Maar is in zijn gastgezin Charlie genoemd. Maar ik vind Totten toch een veel mooiere naam. Dus vanaf nu heet Charlie Totten. Kijk eens jongen. Ja. Hè? Ja, ook zo lief. Het is echt een schatje. Nou, daar gaan we zo mee redden. Het is natuurlijk lekker om naar zijn weg gaan, natuurlijk, om het in vastpakken. De meneer is overgebracht naar de crisisdienst waar hij zijn roes heeft uitgeslapen. De volgende dag is hij weer naar huis gebracht. Dan gaat hij, als het goed is, een hulpverleningstraject in. Los? Hey, daar ben ik weer. Het is vandaag woensdagavond. En ik heb de 3 dagen training met de geleider van, of de oude trainer van Totte, erop zitten. Ze is vanmiddag weer naar huis gegaan en nu sta ik er alleen voor. Maar hij doet het eigenlijk super goed. En morgen heb ik de opnames op school van RTV Drenthe. Die komen weer een reportage maken over hoe het nu gaat. En ik ben vandaag alleen thuis en ik ga tot nu even de laatste keer uitlaten. Lekker. En dan gaan we daarna naar bed. Ik loop nu momenteel buiten met Totten. En hij doet het eigenlijk echt super goed. Hij begint steeds beter te signaleren. Ik zal het zo staan. Maar er wordt ook niet heel veel beter van. Hij begint steeds beter te signaleren. En daarmee bedoel ik dat het steeds sneller doet en steeds vaker. De eerste keer was gisterochtend bij de tandarts. En ik vond het echt een heel mooi moment, want het kan af en toe zelfs wel 2 weken duren. Omdat de hond dan nog zo moet wennen aan zijn nieuwe eigenaar. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder dat hij dat met 2 dagen al deed. En daar was ik dus ook wel stiekem een beetje trots op. Hij heeft nu momenteel wat wandel vrij, dus dan mag hij even vrij uitsnuffelen. Kan hij zijn behoeftes doen. En morgen gaan we met de fietskar naar RTV Drenthe. Of eigenlijk naar school. En daar is RTV Drenthe dus. Ik ben voor de opnames eigenlijk helemaal niet zo zenuwachtig. Eerder met hoe mijn tijdsplanning is en of ik op tijd aankom, dat soort dingen. Want ik heb 1 keer eerder met de fietskar gefietst en het ging eigenlijk heel goed. Maar toen had ik geen haast of iets of tijdstip. Dus nu tot de
tot de commando voet. Commando voet. Kijk, dat gebeurt er dus. Dus ik ga filmen. Dan heb ik niet meer mijn aandacht erbij. Tot de. Dus ik ga denk ik gewoon heel vroeg weg. Zodat ik zeker weet dat ik op tijd kom. En er nog dingen kunnen gebeuren. En dan ga ik het wel zien. Ik ga nu even weer zelf opletten. Want mijn hond let spontaan ook minder op. Wat vrij logisch is. Maar ik geef hem weer mijn kopie erbij houden. Goedemorgen. Ik heb alles erop zitten vanochtend. Totte is uit geweest. Tas is ingepakt en ligt klaar. Dus ik ga zo naar school toe. En ik heb een beetje de zenuw, maar nog niet eens voor de opnames. Maar meer omdat het gewoon allemaal anders is dan normaal. Ik ga voor het eerst met de fietskar alleen. We hebben het één keer eerder geoefend. Dus ik ga ook expres gewoon een uur van tevoren weg. Het is 9:30, maar ik heb pas om 9:30. Maar Totte, kom eens. Dan heb ik de tijd en geen stress als dingen misgaan. Dus ja, dat is het plan. En ik ga onderweg. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik ben op school. Ik wacht op de cameraman van FC Drenthe. Mijn camera omhoog houden vind ik ook een beetje ongemakkelijk. Maar Totte is heel netjes aan het filmen. Dan drukt hij dus met zijn kop op mijn schoot. Ja, en door de druk stopt mijn been met trillen. En dat doet hij ook bij. Als ik aan mijn handen friemel, dan legt hij zijn kop op mijn handen. En als ik aan mijn hoofd zit, krabben, dan gaat hij ook signaleren. En nou ja, nu ook puur op spanning, want ik tril niet eens. Of ik tik niet, in helemaal niks, maar hij heeft het wel duidelijk door. Dus even afwachten. Ja, wat heb jij dat jij die hond nodig hebt? Ik heb autisme. En daardoor is ja, alles een beetje moeilijker. En ik heb PTSS door trauma's dat in mijn verleden is gebeurd. En een zware depressie. En hoe helpt die hond daarbij? Nou, het autisme stukje, daar geeft hij, als ik stress krijg, geeft hij het aan. Dus hij helpt me en dat hij zegt, nou moet je echt even stoppen, want dit gaat niet goed. De depressie geeft hij me vooral heel veel structuur. Ik moet eruit en ik heb ook weer, mijn suicidaliteit wordt veel minder, omdat ik denk van, nou met hem kan ik het leven wel aan. En voor mijn PTSS maakt het... Nou, ik heb net de opnames op school gehad en ben daarna met de fiets en de fietskar naar huis gefietst. En we hebben hier net nog even het radio-interview gedaan. Hey. En daarna de opnames gemaakt en om 9:30 komt het al op de radio en vanavond om 5:00 op tv, dus dan gaan we even weer kijken en opnemen. Totte deed het super goed. Op school was die druk aan het signaleren, want had ik natuurlijk wel wat spanning voor de opnames. En hier thuis viel hij heerlijk in slaap, dus daarna mocht hij nog even met zijn touwtje spelen. We hebben alles er weer op zitten, dus ja. Ik ben benieuwd naar hoe het eruit gaat zien. En we gaan straks even naar mijn pakenbeppen. Mijn opa en oma. Die zijn verhuisd. Dus daar willen we even, gaan we even heen. En die zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar Totte. Dus ja, drukke dag. Maar wel heel leuk. Dus